Welkom in deze weekendvlog. Het is vrijdagochtend en ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik ga mijn KVK aanvragen. Shh, niemand zeggen. Er zijn niet zo heel veel mensen die dit weten. Ik doe dit gewoon zo even tussendoor, stiekem, sneaky. En ik ben veel te laat. Het is 7 uur en om 8 uur moeten we de kinderen bij oma droppen. En om 9 uur moeten we bij de KVK zijn. Bureau ding. Dus ik ga me snel aankleden, klaarmaken. 1, 2, 3. Ik wilde heel graag iets van mijn moeder aan of mee, omdat mama is er sinds 3 jaar niet meer. En in grote mijlpalen in mijn leven merk gewoon, ja, dan moet ik heel veel aan haar denken. En zij is ook een groot onderdeel van het feit dat ik die stap nu durf te nemen. Dus vandaar heb ik mama's oorbelletjes in en mama's blouse aan. Nancy, waar zijn we nou? Ik vind het niet spannend hoor. We got it! Yes! Goed zo. Dankjewel dat je mee was. Oh, spannend jongens. Woehoe! Eerste business meeting. De kids worden ook weer prachtig opgevangen. Zo. Hola. Handje zo, hè? Sayaatje. Ja, gaan we rollen. Goed zo. Wil je een hartje? Ja. Probeer het hartje. Van mama en opa. Ja. Daar zijn ze weer. Ik voorzichtig met het handje. Jij heeft een handje gebakken. Was het gezellig? Bij oma en Maaike. Mm-hmm. Ja? Lea ligt in bed. Ze slaapt nog niet. Nicky, wat ben jij aan het doen? Pannenkoek eten met vogeltjes. En ik ben even het huis gezellig aan het maken, laten we het zo maar noemen. Hoe is ons heel ootstuk? Een bloemetje wil ik graag. Oké. Dat doe ik dan niet, anders kan ik geen. Poelsuiker? Ja. Als we toch al bezig zijn. Ga je in een restaurant werken? Ja. Hier. Volgens mij is Lea aan het lopen. Deze. Ik denk dat Lea niet meer gaat slapen. Wat denk jij? Nee, Lea gaat niet slapen. Oké. Okay. Ja! Ik ben wakker, Sjuf. Hallo? Ja? Moet jij niet even slapen dan? Nee, is niet donker. Nee, maar je moet even een middagdutje doen. Nee. Leuk hè, die leeftijd. Wat? Ik jou niet zien. Waar zag je me niet? In een bed. Nee, ik was ook niet in bed. Jij moest in bed. Ik wil plenen. Oké. Okay. Zo, het huis is weer schoon. Ik moet alleen nog wat strijken en de modderpoten van Lea schoon proberen te krijgen. En deze natte was ophangen. Maar nu even pauze. En ik had weer zin in zo'n lekkere shake met banaan, havermout, rijstmelk, amandelmelk en een dadel. Lekker. Lea hoeft dat weer niet, hè? Lea, wil je ook proeven? Nee. Waarom niet? Daarom niet. Wat ben je aan het doen, schat? Iets aanmaken. Nou, de kids gaan even de auto's wassen. Zo. En moeder gaat de was ophangen. Maarten belde trouwens net en zei: Nancy hoeft niks uit te halen van eten of zo. Komt allemaal goed vandaag. Dus ik denk dat hij geregeld heeft dat er wat mensen langskomen. Die je dan hier koken of dat we eten gaan halen of zo, samen eten, ik weet het niet. Wat betreft mijn KVK trouwens, ik ben er nog hard mee aan het puzzelen en sleutelen. Maar daar horen jullie binnenkort vast meer over. Je kunt kunnen uitleggen. Lief zijn. Ja, is een beetje nat, hè? Beetje, is een beetje aan het zeveren ervan. Kom maar, moes, vreten. Of wat?
Auf Wiedersehen. Het is zaterdagochtend. De kids zijn helemaal blij met de ballonnenvondst. Ballonnen! Lieve schatjes, willen jullie een boterham of dit? Dit heeft Bianca gisteren voor jullie meegenomen. Nou jongens, dan kom maar eens kijken hier. Moeders gaan even boven editen. En papa is lekker bij de kids. Wat gaan we doen? Boerencake pakken. Boerencake? Lea? Gaan we die samen maken? Ja? Leg even uit. Vertel het even. Boter. Ja. Nog meer boter. Mm-hmm. Eieren. Ja. Nog meer eieren en meel. Meel ook? Ja. Ben je één ding vergeten nog? Het nog een beetje. Dit is nog een beetje. Suiker. Ah ja. Kan je. Boerencake is nog niet klaar. In de oven. Wat heb je gemaakt, Nick? Konijn. Doe eens als een konijn. Jij. Zo. Mama Supreme. Kijk eens, jongens. Na de boterham nog een toetje. En de kinderen zijn mijn gebaren-DVD van het werken aan het bekijken. Hoe smaakt die? Lekker. Ja? En Nick, wat vind jij ervan? Lekker. Papa heeft lekker de kachel aangemaakt hier. En ik zat boven te werken. Alleen is het dan boven super koud omdat de verwarming niet aanspringt. Dus ga ik even naar Devro toe. Die is ook thuis aan het werken. Deze heeft Devro hier gisteren laten liggen. Er staat alleen niks in. Dus ik heb er even geappt van, ja, is het een toverkaart? Moet ik er overheen wrijven of zo? Tot die tekst tevoorschijn komt? Of moet ik hem zelf misschien schrijven? Ze was het inderdaad vergeten. Dus ik neem hem nu even mee naar haar. Want ze wil zelf iets erin schrijven. Ze heeft de tekst al in haar hoofd, zei ze. Dus ik heb het ook mee. Dat is trouwens een superleuke tas. Er staat op collect moments, not things. Enjoy every moment. En inderdaad van Eva, dat is een vrouwenblad. Wij zitten alweer in de auto. Wij zijn op weg naar een verjaardagsfeestje van Viola. Die wordt 5 jaar. En de kids, die gaan ook mee. Waarom? Werma. Huis. Ja. Kan je nog iets zien? Stok? Nee. Oké. 1, 2. Go. Warm. Ja. Warm. Nice. Warm. Heel warm. Heel. Ja. En wat heb je? Pas pakken. 2, 3. Warm. Goed zo. Warm. Warm. Koud. Koud. Ja. We zijn weer thuis. Het is al 6:15, dus ik ga iets maken wat sneller gaat. Ik heb spaghetti en voor de kids, die vinden deze saus super lekker. Gewoon kan en klaar. Bolognese saus. Ik wil voor mezelf iets anders maken. Ik heb een avocado, ik heb champignonnen. Ja. Hallo allemaal, fijn dat je er bent. Chocola. Chocola, neem ik dan even warm heen. Ben je voor het eerst hier of ben je al gekwaad? Ik pak nu de camera en zie dit. Het is vandaag zondag. Maarten is nu even naar een verjaardagsfeestje en ik ben lekker thuis met de kindjes. Ik heb echt even mijn joggingbroek aangedaan en vandaag heb ik echt even gekozen voor rust. Dus ik zit echt met de kids hier te hangen. We hebben net even lekker gekleurd. Diktrom die staat op. En Lea die kroop lekker bij me en die wilde graag een boekje lezen. Dus dat gaan we nu even doen.
Herkennen jullie dat? Ik doe dat echt heel zelden, maar dat ik echt zeg van zo, nu even niks. Joggingbroek aan en niks. Doen jullie dat wel vaker? Wie is dat dan? En ja, weet ik niet. Leeuw. Welke naam is dat? Voel maar eens hoe zacht de donzige vacht van kleine leeuw is. Waar is een andere leeuw van haar zusje? Een zusje? Ja. Is dit een zusje misschien? Ik was even naar de wc en toen kwam ik terug en Nikki zei Lea wilde verven, dus ik heb in en al klaargezet. Heel erg goed. Maar ik moet dan nog even iets onderleggen. Kun je heel even wachten nog? Ja, ik zei het al. Oké dan. Heel veel, mama. Ja, heel veel. Jullie zijn soekoloekies. Wist je dat al? Oké, even de tafel. Lea, als je wilt verven, dan moet je ook een blaadje hebben. Wist je dat al? Kijk. Ja. Nou kun jij lekker verven. Kwast? Een kwast. Schrijf even. Ik denk dat Lea een beetje verhoging heeft, jongens. Leuk dat je kijkt naar deze weekendvlog. En wellicht tot de volgende vlog. Doei!